Jullie zijn in mijn atelier. Ik zit hier nu 8 jaar in dit atelier. Ik geef inmiddels wel al 31 jaar les, dus wat dat gaat heb ik al ruime ervaring. Maar, en ook als kunstenaar al ruime ervaring. Als ik al een schilderachtige beweging heb, dan heb ik het over een aantal facetten. Als je gaat schilderen, dan is het op een gegeven moment is natuurlijk alleen al de handbeweging die ervoor zorgt, dus dat jij iets op het doek krijgt. Ik ga een klein beetje de geschiedenis door, eventjes om jullie te laten zien van hoe het op een gegeven moment werkt. Het leuke is dus dat als je de geschiedenis induikt, dus dat je merkt dus dat eigenlijk tot met zo'n beetje 1860, 1870 wordt er heel statisch geschilderd. Er is niks in beweging. Pas toen de tube verf uitgevonden werd in 1860, kon men naar buiten, kon men ter plekke gaan schilderen en dan krijg je beweging in schilderijen. Dat is heel grappig om te zien. We gaan het volgende doen. Jullie krijgen allemaal 3 kaartjes. 3 briefkaartjes. Je gaat gewoon even, maakt niet uit, je zet even zo'n kringel neer, huppakee. Dit is het. En op het moment dat ik hier een oogje inzet, zie je een beestje tevoorschijn komen. Ik krijg 3 kaartjes. 1 kaartje hou je zelf. Het andere 2 kaartje gaat naar je linker en je rechter buurman, buurvrouw. Het leuke is, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als ik dan langs kom lopen en ik zit dan zo te kijken, denk ik, goh, ik kan bij elk plaatje wel een verhaaltje gaan vertellen. Want op het moment dus dat er een oogje inkomt, begint zo'n beest of iets begint te leven. En dat is dus het bizarre van dit hele verhaal, als je daarmee bezig gaat. Je krijgt een stuk papier van mij, deze grootte. En wat we gaan doen, we gaan deze namaken. Gewoon alleen maar door te krassen. En door te kijken van hoe loopt, zo heen en weer te gaan, hoe loopt dat nou in het schilderij. Op deze manier gaan we dat hele schilderij gaan erin zetten. Ongelooflijke mooie schetsen hier gemaakt zijn. Ik weet niet of jullie het zien, maar dit is dus in een no-time. Wij hebben in nog geen half uur hebben dit neergezet. Klinkt raar, maar wat ik nu zeg, maar op het moment dus dat je voor je ezel staat, dan is eigenlijk de meeste die vragen dan altijd maar, ja, maar waar moet ik dan beginnen? Nou, dan begin je altijd van te voelen. Bij mij werkt het eigenlijk als volgt. Als ik bijvoorbeeld denk aan een dansende zwaluwen, daar word ik wel een beetje blij van. Hè? Dan krijg ik toch een zo'n hubbelgevoel, dan voel ik dat heel erg in mijn buik. Het grappige is dus dat je altijd wel voelt van waar zit bij mij dat gevoel van waar ik mee bezig ga. Jouw lijf is je doek, dus is het in je buik, begin je gewoon in het midden van je doek. Dan begin je daar te spelen met je verf. Is het linksboven, dan ga je aan de linkerbovenkant van je doek beginnen. En zo kan je dus op een gegeven moment, kan je dus op alle mogelijke manieren kan je starten. Als je het bedenkt, kom je natuurlijk wel in het gevaar, dus dat je op een gegeven moment, dat het erg statisch gaat worden. Hè? Dat is natuurlijk toch een beetje gevaarlijk op het moment dus dat je dat van tevoren al neer gaat zetten. Een andere mogelijkheid is, wat Kabi gedaan heeft, dat is je gaat naar je doek kijken en je gaat kijken wat je erin ziet. En nu zie ik hier en daar echt wel allemaal landschappen ontstaan. Maar het kan best zijn dus dat je op een gegeven moment zegt, terwijl je bezig bent, van nou, ik ga eens een hele andere kant uit. Ik ga eens kijken wat ik aan andere dingen inzie. Het leuke is, alles staat stil behalve de bal. Zie je dat? Ja. Dat is heel gaaf. Eigenlijk staat hij ook heel stil. En er zou ook nog wat meer schoen in kunnen. Dus dat je op een gegeven moment dat oppakt. Maar je hoort het, doordat je de bal die streep hebt gegeven, zie je dus inderdaad iemand heel hard eigenlijk daarop losslaan. Maar ik heb in ieder geval een heerlijke dag gehad. Dus proost allemaal.